Yo, Kingslas en welkom bij een gloednieuwe How to Prank. En vandaag ga ik jullie de leukste practical joke. Practical jokes leren. Dat zijn de leukste grapjes, hele onschuldige grapjes. Ik heb er zin in. Let's go. En we zijn beland bij de eerste. Daar heb je een wit papiertje voor nodig en wat plakband. Wat je doet, je vouwt het papiertje dubbel en je scheurt er een hoekje uit. Als je dit krijgt, dan krijg je een ruitje. Even laten zien. Wat je doet, je pakt een plakbandje, een klein stukje. Je rolt deze op, aan alle kanten plakt. Je plakt hem aan de ene kant vast en je plakt hem op de muur. Zo lijkt het net op een stukje behang losgescheurd. Dus als je vriendin komt of je moeder, en je kan ook zo'n lap pakken, wat die hier hangt. En die denken dan tot een stukje behang is afgescheurd. Die worden helemaal wild, die vrouwen. Die kunnen echt er niet mee lachen. Wat we nu gaan doen, is iets met de wc-rol. Je doet hem door de helft. Wat je dan gaat doen, je gaat dit stukje hier omheen doen. En als je hem hebt afgescheurd, dan doe je hem hier achterdoor, tot je gewoon één velletje hebt. En dan blijf je rot papier hebben en je denkt van, je krijgt deze wc-rol nooit meer goed. Hij is echt leuk. Ik zou het doen, maar niet iedere keer, want dan is het ook zo'n papierverspilling en geldverspilling. Op naar de volgende. Deze prank wat ik nu ga doen, die is echt heel erg leuk. Het enige wat je nodig hebt, is een muis met zo'n rood laserlampje. Wat we gaan doen, we gaan een stukje papier afscheuren. We pakken de muis. We hebben de plakband. We gaan het velletje papier over het rode lasertje gaan we heen plakken. Zoals je ziet, de laser is afgeplakt. Let op dat hij niet uitsteekt. En hij doet helemaal niks meer. Dus de mensen gaan denken, hoezo doet hij niks? En jij weet als enige van het huis dat deze prank gedaan is. Dus ik zou zeggen, laat het feest beginnen. En niet te hard lachen, want dan heeft hij het te snel door. Bij de vorige How to Prank hadden we super veel likes. Daar wil ik jullie echt voor bedanken. Dat doet mij en Michael super goed. Maar vandaag gaan we weer voor de 800 likes. Ik vertrouw in jullie en we gaan het halen. Kom op jongens. Voor deze prank moet je wachten tot iemand je belt. En als iemand je belt, neem je op en dan doe je net of je je eigen voice mee bent. Dus nu maar wachten. Hey. Daar is Kim toevallig. Dit is de voice van Kenneth. Laat een bericht achter, alsjeblieft, dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Ah, je bent boodschappen doen. Nee, je bent geen voicemail, kijk. Dag Kim. Nou, dit was Kim en ze wou eventjes boodschappen doen en ze dacht dat ik de voicemail was. Dus ze was tegen een voicemail aan het praten. En als je dan een leuke hint geeft, dat je toch aan de lijn bent, dan weten de mensen niet meer en hoe en wat. En het is echt lachen. Ik zou het uitproberen. Bono? Bono. Zo zie je, maar Bono heeft genoeg van mij. En na deze outro mag jij ook gaan. Maar eerst zou ik heel graag willen dat jullie een dikke like geven. Vergeet onze Instagram en onze Facebook niet te checken. Abonneer op Kingslas en dan zie ik jullie weer bij een volgende How to Prank. Doei!